We kunnen niet zomaar mensen plotseling ineens en masse overtuigen van we moeten allemaal anders doen. Dat is onmogelijk. Maar we kunnen wel het besef hebben dat we zelf op een verkeerd pad zijn. En dat we ons nageslacht anders moeten gaan vormen. Zodat die weer opnieuw kunnen leven volgens die waarden. En gebeurt dat? Wij zijn hoe langer meer het onderwijssysteem economisch gaan maken en functioneel gaan maken. En mensen vooral niet te veel ballast geven die niks met hun toekomstige banen te maken zullen hebben, als die er ooit zouden zijn. En dat is heel triest. Ik heb laatst gelezen dat in China spelen 60 miljoen kinderen leren klassiek pianospel. Waarom? Niet vanwege de muziek, nee. Die combinatie van denken, spelen, papier en muziek maken, dat is heel goed voor de hersenen. Dus men wordt beter ingenieurs later als men als kind piano speelt. En daarom hebben ze die les. En in onze maatschappij zien we dat helemaal niet in. Wij hebben maar één maatstaf in onze maatschappij. En dat is geld. Dat is winst. En dat is heel triest. Dat is heel zorgelijk. En dan heb je een maatschappij waar de zingeving wegvalt. En dan heb je een maatschappij met een hoeveelheid sociale problemen die haast niet meer te overzien zijn. En we kunnen gaan lappen. Maar als we de oorzaak niet wegnemen, dan is dat lappen alleen maar lappen. Heel concreet op dit moment. Hè, de kranten staan er vol van. Migranten. Komen met boten aan. Migranten, dat mag niet. We kunnen daar niet meer. Pas stoppen. Ja, maar als we het ethisch bekijken. Wij hebben hun landen leeggeroofd voor generaties lang. En roof is roof. Dat is duidelijk gebeurd. Kan je de mensen ongelijk geven om hier naartoe te komen? En mogen wij ze stoppen? Qua mens. Hè, qua mens. Wij moeten een deel van onze welvaart opgeven om te zeggen van wij gaan die landen ontwikkelen, zodat men niet hier naartoe hoeven te komen. Dat men daar kan overleven. Dat men menselijk kan overleven. Dat is natuurlijk een oplossing. Als wij grote problemen hebben met etnische minderheden in Noord-Europa, dan heeft de maatschappij niet op een adequate manier gereageerd op de komst daarvan. En op de groei daarvan. Want anders zou een probleem niet zijn. Dus het is al heel gezond om een probleem niet als een probleem te zien, maar als een consequentie te zien. En dan ga je naar de oorzaak zoeken. En dat speelt maatschappelijk en dat speelt ook individueel. Hetzelfde proces.